De vraag rondom patenten en genetische technologie ligt er al zo'n 15 jaar. Voorzitter, mag ik heel even, sorry, even een puntje voor orde maken? Ik verlaat de vergadering, want de heer De Groot zit mij hier allerlei dingen toe te bijten. En ik vind het geen veilige werkomgeving. Dus, u mag het zelf verwoorden wat u heeft gezegd. Maar ik zit hier naar een debat te luisteren en ik ben hier niet van gediend. Dat respecteren we maar van acte ook. Ja, de heer Lappers, en ik vind het wel prettig als mevrouw van de Plas gaat. Ja, dat is goed, meneer De Groot. Maar ik wil wel, en ook als voorzitter. Ik wil wel dat u zich hier veilig en wel voelt. Maar ik heb dat niet meegekregen, dus anders zal ik ook daarop ingegrepen. Voorzitter, ik ben hier niet van gediend. Hier worden allerlei dingen tegen mij gezegd. En de heer De Groot mag rustig zeggen wat hij zegt. Ik zit hier in een debat. Ik zit te luisteren naar mevrouw Herzenberger. En er worden op een hele nare manier dingen tegen mij gezegd. En wij horen hier allemaal in een veilige werkomgeving te zitten. Als ik in mijn bedrijf zat en een collega zat naast me, was ik ook weggegaan. En dat ga ik nu ook doen. Mevrouw van der Plas, we kunnen niet overhalen dat ik nu zeg van er mag niks meer gezegd worden nu en terwijl u... Onder geen beding. Ja, oké, dan moet ik dat respecteren. Hele gezegende avond. Ik hoop dat we er nog een keer over kunnen praten. Ja, de heer De Groot zegt dat ik ook ergens anders kan zitten, maar ik wens gewoon niet in één ruimte met hem te zitten. Maar laten we wel. Ik weet niet, ik wil het ook niet weten. Want het. Nee. Dat is heel raar voor de kijkers thuis, voorzitter. Laat even moeten doen toen mevrouw Van der Plas. Voorzitter, mevrouw Van der Plas maakt hier filmpjes. Net als Denk dat doet. En dat vroeg ik haar van. Maar waarom maakt u filmpjes eigenlijk van dingen die ze anderen verwijt? En dan maakt ze hier filmpjes. Dus ik vroeg gewoon, waarom maakt u een filmpje? Net als Denk dat doet. Ja, maar ik vind het nu ongemakkelijk geworden. Want nu kan mevrouw Van der Plas zich weer in die werden. Dus laten we dat nu niet doen. U zult ook zeggen, als zij melding maakt. En dan, ik heb het niet meegekregen, zeg ik eerlijk als voorzitter. Want anders had ik ook iedere keer dat door elkaar heen praten. Daar heb ik ook al twee keer op ingegrepen. Maar alleen, we moeten dat ook gewoon niet doen. We moeten niet buiten de microfoon. Maar ook al zijn het leuke dingen, moeten we het niet doen. Dus laten we er alsjeblieft mee stoppen. En wat er ook gezegd is, daar gaan we het nu niet over hebben. We gaan door. Vrijsberger. Oké. Okay. Spijtig dat we mevrouw Van der Plas nu moeten missen. Goed. Waar was ik? Steun het vrije woord. Word lid van Geen Stijl Premium via premium.geenstijl.nl. Dankjewel.